Us opvoeren wie een Belgische auto. Dus ik zal even zien of ik hier met iemand praten kan. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Drenthe. Oh, uit Drenthe. België, Rotterdam, Amsterdam, noem maar op. Ik denk een Belgische auto en ik kom uit Drenthe, maar er zitten dus ook wel Belgen bij. Er zitten zeker en vast Belgen bij. En niet vast en zeker, maar zeker en vast. Dat zeg je in België zo om? Zeker en vast. Okay. Ja. waarom deze Elfstedentocht voor jullie? Ja, wij doen het als bedrijfsevent. Dus wij zijn een Nederlands bedrijf, beursgenoteerd. En wij hebben als uitdaging om 235 kilometer te fietsen. Dus dat is het. En dat gaat redelijk? Tot op heden wel. We hebben 116 kilometer gehaald. Maar we gaan het redden. En dan dit hier, die auto staat hier, dat was van tevoren afgesproken. Dit is een soort van lunchplekje? Een soort lunchplekje. En we gaan straks nog even met elkaar gezellig lunchen. Dus super. Ja. Ja, en dan wat houdt de lunch allemaal in? Het zijn met name sultana's, krentenbollen. Net een heerlijke appel gehad in Bartlehem. Dus veel eten om het half uur. Om het half uur eten. En dan om het half uur staat er ook zo'n soort volgauto klaar, of dat niet? Nee, Barbara, dat is onze geweldige hulp. En zij is er ongeveer één keer in de twee uur. En dan staat ze klaar met allerlei lekker eten. Ah ja, Barbara, waar sta je dan allemaal? Welke plek in de provincie heb je gehad? Ik ben in Honwert gaan staan. Nu hier en dan straks in Elst ergens. En dan denk ik nog Oude Mintrum. Ja. En de finish. Kan je alles vinden? Maar redelijk wel, ja. Het lukt wel. Dus het is best gezellig hier. Heel ver voor mij. Meer dan 300 kilometer van huis. Dus een beetje vakantie. Ben je vanochtend gekomen of eerder al? Gisteravond. Ja, het was anders net iets te vroeg voor vanochtend af te zakken. Het is meer dan 3 uur rijden. Dus, en vanavond weer terug? Ja, dan weten we nog niet om hoe laat. Maar ik hoop wel vanavond nog terug thuis. Ja. Nou, hele tocht nog. Ja, klopt. Ja, tocht, inderdaad. Ja, een tocht van de 235 kilometer hier en dan nog 300 en een beetje naar huis. En dan nog 300 en een beetje naar huis. Nou, je hoort het, Jacob. Mensen komen van ver. Maar het is gezellig hier in Dronriep. Zoals deze meesken stinnen hier nog een heel soort langs de kant om deelnemers op te vangen.